Ik ben Niels van het uh, grootste online Ajax uh, Museum. In al die jaren uh, verzamel je dan ook heel veel shirts. En, uh, uh, wedstrijdshirts, fanshop shirts. En heel veel shirts krijg je. Uh, hier zie je een aantal. Ik zal dus even één of twee laten zien. Onder andere deze. Dus het is een uh, Champions League gedragen wedstrijdshirt uh, van, uh, van uh, Patrick Kluivert. Hij speelde dat seizoen met uh, nummer 15. Hij viel in. Je wedstrijd tegen Bayern München, 96. Ajax won met 5-2. Hij scoorde helaas niet, maar hij blijft een prachtig shit. De hele selectie staat daar op met de handtekening. Van Vergaal tot de Boe, Finidi. Dat zijn geweldige exemplaren. Thuis speelden we gelijk tegen Bayern München en uit wonnen we met 5-2. Dus Dat maakt het wel bijzonder. Van Bayern München met 5-2 winnen. Prachtig. Deze heb ik van Lasse gekregen, Lasse Schone. En uh, ja, goed, uh, bijzonder. bijzonder dat het van Lasse is geweest, dat hij een doet gevoetbald heeft. Het, het huidige logo heb ik wat minder mee. Het oude logo uh, blijft toch uh, het mooiste. Maar goed, buiten dat uh, is het gewoon een fantastische shirt die uh, uh, Lasse gesigneerd heeft met zijn handtekening. Mijn shirt heb ik, uh, heb ik uh, uh, opgehaald tijdens de open dag van Ajax. Toen kwam ik uh, Lasse Schone tegen. Afgesproken met hem en uh, ja, dat is gewoon kippenvel momenten gewoon, uh, gewoon mooi dat ze gozer uh, hè, dat, dat aan je schenkt. En uh, hij is gewoon een normale jongen en uh, net, een, hè, net als wij zeg maar. Maar ja, dat geeft wel een kick. En uh, ja, dus ik ben er erg uh, dankbaar hiervoor. Uh, zo heeft uh, ieder shit uh, zijn verhaal. Uh, we hebben tal van kleuren hebben we afgelopen jaren gehad, zoals je kan zien. Maar, uh, uh, Geweldig, geweldig. Dat je dat in het museum kan hebben, dat is gewoon prachtig. Maar ik heb hier nog één. Dit is van onze nummer 10. jari Litmanen. Geweldige voetballer, geweldige persoon. Champions League gedragen. Jari, ah, dat was een speler waar je voor naar het stadion komt. Johan Kruijf, nummer 14, mag natuurlijk ook niet ontbreken in het museum. Zoals je hier uh, ziet, hebben we collages hangen van, uh, van Johan. Loop de jaren, de Gouden Jaren van, uh, van Johan Kruijf. Met prachtige, prachtige, prachtige shirts. Prachtige momenten van een uh, geweldige speler. Hier zie je een wedstrijd gedragen shirt van uh, Johan Kruijff met nummer 14. Zonder logo, ik zal het voorkant straks laten zien. En deze is uh, nooit gewassen. Dus als je hem uh, ruikt, uh, ruikt hij gewoon uh, naar Johan. Uh, geweldig. Dus ja, een gestikte letter nummer 14. Prachtig shirt. Dus ik zou de voorkant van het shirt ook even laten zien. Want dat is prachtig natuurlijk. Met de, met de banen wit en midden rood. Deze is zonder, zonder logo. In de jaren 70 hadden ze zonder logo. Ja, dit is gewoon een uniek shirt. Die je uh, in het begin van het museum gelijk een gigantisch mooie plek krijgt natuurlijk. Dus Johan, daar zijn we trots op. Dit prachtige shirt is gedragen door Gerald Vanenburg, uh, Met oude logo, Lokas Sportief. Ja, dit, dit zijn gewoon. Uh, ja, Prachtige, prachtige herinneringen, prachtige shirts waar, je, waar ik gewoon trots op ben. Ik heb hem een mooie tdk pad opgegeven. Het ja, zijn geweldige shirts. Dus, uh, het museum is ook altijd op zoek naar Ajax-shirts. Mocht, een uh, mocht iemand nog een shirt hebben, uh, een, een rare shirt, een shirt, dan kun je altijd een mail sturen naar info.ajaxmuseum.nl. Alles is welkom.